het veelvoudig verslikken, erin blijven hangen en het snakken naar zuurstof ook te maken met een ademhalingsprobleem bij atypische Parkinson, noemt hij expliciet. Dus veelvoudig verslikken, erin blijven hangen en snakken naar zuurstof. Dat kan, ja. Ja. In het algemeen is inderdaad is het antwoord ja. We kennen van atypisch Parkinsonisme, bijvoorbeeld bij MSA, is dat wel bekend dat mensen sneller benauwd zijn, veel zitten te kuchen, en het daardoor benauwd hebben en meer kans hebben op verslikken. Bij atypisch Parkinsonisme komen slikstoornissen vroeger en vaker voor. Dus geldt dat voor alle vormen van een atypisch Parkinsonisme? Jij noemt nu MSA. Van MSA is dat bekend. Bij anderen kan het ook meer, maar we kennen het met name van MSA. Maar het kan ook bij PSP en vasculair Parkinsonisme voorkomen. Ja. 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 En onderscheidt het zich dan nog heel erg van de ziekte van Parkinson? In het moment waarin het optreedt, of in de manier wat je ziet, of in de dingen die je kunt herkennen als zorgverlener of als patiënt? Nou, vooral in het moment van ontstaan. Bij atypisch Parkinsonisme zie je dit soort klachten eerder in de ziekte. En bij Parkinson komt het wat later. Wat later. Maar kan niet zeggen dat het nou een heel specifiek probleem is. Van MSA, wat ik net zei, dat kennen we wel. Het kuchen of het kreunen bij sommige MSA-patiënten. En dat kennen we dan weer niet zo van Parkinson. Nee. Nee, en